Suriname tekende op 19 april twee belangrijke overeenkomsten met het CARICOM Development Fund in Washington DC. De eerste was een lening van $10 miljoen voor duurzame elektriciteitsvoorziening in afgelegen dorpen met hybride systemen voor zonne-energie en dieselopwekking. De tweede was een schenking van $490.000 voor projectmanagement, voorlichting en uitbreiding van duurzame energie in andere dorpen. Deze overeenkomsten benadrukken de toewijding aan duurzame ontwikkeling en milieubescherming, waarmee Suriname een groenere toekomst in het binnenland nastreeft. Drie Chetak-helikopters van het Surinaamse leger zijn op 20 april na onderhoud weer in gebruik genomen. Minister Matura noemt ze cruciaal voor militaire operaties en veiligheid. Het onderhoud gebeurde met hulp van Hindustan Aeronautics Limited uit India. De financiering kwam van India en er is een onderhoudscontract getekend. De Indiase ambassadeur waardeert de samenwerking en benadrukt het belang van de missie. President Santokki heeft de presidentiële commissie voor geologische data en mijnbouwpotentieel geïnstalleerd om het mijnbouwpotentieel van Suriname te ontwikkelen. De commissie onder leiding van Roger Cameron zal geologische data verzamelen, analyseren en structureren. Dit moet helpen bij het toekennen van concessiegronden. De commissie bestaat uit 6 leden en zal een jaar lang rapporteren aan de president. Ze zullen samenwerken met overheidsinstanties en strategische partnerschappen aangaan.